Yo, kijkers van Kwartier van Zier, dit is weer een nieuwe survival aflevering 18. Hadé. En vandaag ga ik als eerste even enchanten. Dus kijken wat we erop kunnen krijgen. Waarop? Op mijn diamond broek. En ik op mijn diamond pickaxe. Nou, laten we eens even kijken, jongens. Yes. Op mijn pickaxe kan ik Fortune 1, een Breaking 1 en een Breaking 3. Oké, ik ga voor een Breaking 3. Even afwachten wat erbij komt. Misschien komt er niks bij. Kijk, yes! Kijk. Een Breaking 3, jongens, en Efficiency 4. Perfecte pickaxe. Kijk hier. Pickaxe. Nou. Oh, uit! Doe dat. Misschien komt er ook nog wat bij van een Breaking of zo. Oké, ga eens kijken. Oh, Protection. Oh, nee, dat is echt wel goed. Protection is echt. Dat is hoge Protection. Dat is zeer chill. Mag ik die aandoen? Zeker mag jij die aandoen. Ben ik ook fancy. Net zoals Afrika. Kijk hier. Ja, ja. Hey jongens, ik ga nu lekker minen. Yay! Yeah, minen. Ja, en ik ga vandaag de. Ja, want hier hebben we een bovenverdieping, hè? Een bovenverdieping, allee. Deze ga ik inrichten. Right. Oh, nou, wat daar ga je dan maken, Tuur? Een opaan of zo, een showruimte. Alright, nou, let's do that. En dan ga ik lekker minen. En weet je wat daar goed van pas komt? Wat heb ik? Netherrack. Uit. Waarom haal ik het glas weg? Ja, hier komt zo'n stone wall. Oké. Ik ga even kijken. Ja, ik ga de mine in. Ik ga even alles pakken om de mine in te gaan. En ik heb een, dus een goede pickaxe net geënchant met efficiency en een breaking. En dan neem ik ook nog mijn fortune pickaxe mee. Zodat als we dingen tegenkomen, dan kan ik het fortje hakken. En ik denk dat dat wel heel handig is. Waar is het voetje? Zo heb ik het eten meer. Zo. Heb jij stom bricks of zo? Of ligt dat hier eigenlijk? Dat ligt in de chest met overige blokken. Oké, moet je maar even zoeken. Ons huis ziet er wel fancy uit, hè? Ja, we hebben een heel mooi huis. Maar ik ben nu in het minehuisje, want ik heb mine. Overige. Mine. Ja, oké. Jongens, ik zit in de mine. En we hebben niet eens meer kool, dus ik ga eerst even kool hakken zodat ik wat torches heb. En dan hoop ik dat we eruit kunnen. Want dat is echt wel wat je nodig hebt hoor, met minen. Jop, dat is sowieso waar. Torches. Oké, nou, ik ben een strip mine aan het maken. En als er wat speciaals gebeurt, dan laat ik het jullie zeker weten. Maar ja, dat zal niet zo snel gaan. Ja, ik ga hier een strip mine maken. Tuur. Ja. Het is een hittegolf, jongens. Ja, jee, meg. Hey, hittegolf, jee, een hittegolf. Ja, wij zitten echt in een hitte kamer voor jullie een video op te nemen. De airco staat uit omdat hij fucking veel geluid maakt, dus ja. Ja. We doen het allemaal voor jullie. Jee, jee, jee. Nee, maar ik vind het serieus wel leuk om op te nemen, alleen ik schrijf zeg maar een beetje weg. Maar dat maakt niet uit, dat ja, kan het zomer voor, hè. Lekker zomer. Want zomer is op zich wel leuk, alleen als het te warm is, ja, sorry, dan heb ik te warm en dan ik hou ik niet van te warm. Flint. Ik heb al iron gevonden en nu heb ik hier redstone. En daar kan misschien ook wat leuks mee zijn. Flint en steel. Even kijken. Flint en steel. Hey, ik heb ook kool, dat vind ik nu wel heel fijn, want dat heb ik erg nodig. Oh ja, dat is daar. Ik moet even wennen, want eerst hadden we echt alles op een andere manier. Gewoon een andere vogel dan hier staan. Klopt. En nu is het letterlijk gewoon overal licht van alles. Ik moet eraan denken dat mijn pickaxe zo snel is. Dat is echt. Ik heb altijd met iron pickaxe gedaan en nu heb ik gewoon een diamond pickaxe met efficiency 4. Dat is echt meteen een heel groot verschil. Mm. Maar ja, dat is wel fijn, want dan kunnen we lekker gas geven. En kijk, Afke. Ja. Als we hier 3 van hebben, gaan we de wedder verslaan. Mm-hmm. En dan gaan we een beacon maken. Een beacon? Bacon? Beacon? Ja, dat is zo'n ding met zo'n lichtstraal. Mm-hmm. Dat is zeker leuk. Het ligt er bij tools. Yeah! Ik heb het gevonden. Wat ga je maken? Oh, flint en steel. Dat moet toch... Zo, ja. Yes. En wat heb je al laten zien? Dit. Oh ja. Oh, hij is wel niet in de midden, Tuur. Misschien kun je er 2 naast elkaar maken of zo.
hier meteen zo nog eentje naast. Want anders is ze echt niet in midden kan. Oké. Okay. Ja. Ga je er nog gewoon nog een aanmaken? Ik heb een dubbele haard. Dat is wel cool. Oh, wacht. Dan moet ik die wel hier tegen elkaar aan, of? Ja, denk het wel. Wacht, kijk even tellen. Ga eens naar achter. Naar die kant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan hoeveel breed is die? 4. Ja, één blokje ertussen laten. Dus ja, daar moet je maken. Ja, toppie. Yeah. Yes. Oké, yes. Wij zijn echt blij vandaag of zo. Ja, ik ben altijd blij met video's op. Dat vind ik leuk. En er is een hele irritante vlieg. Die maakt me ook helemaal blij. Ja, me too. Hij zit in mijn beeldscherm. Ja, net ook bij mij. Maar ik laat hem maar lekker zitten. Ja, dit is niet mijn beeldscherm, maar het is een beeldscherm. Dus no way. Dus scheid maar vol. Nee, grapje. Nee, ik ben op mijn eigen laptop en daarom is het langzaam. Want mijn broer is op vakantie. Ja, en die komt vandaag weer terug. Oh, wat doe ik? Gadverdamme. Gadverdamme. Gaan we lekker Limburgs praten, hoor. Ja. Ja, dit is niet echt Limburgs, maar dit kunnen jullie tenminste een beetje verstaan. Want als je fully Limburgs aan het praten, dan versta je daar gewoon niks van. Behalve Limburgs, die verstaan er wel eens van. Hey. Ik ben Oh. Bobbel doen. Weet je wat ik echt vervelend vind? Bij zo'n, hoe heet dat? Gravel. Daar zit ik bij. Kak! Ik moet stone hebben. En ja, ik moet jullie stonen ook. Duur. Je kan ook even beneden in een van die kamers de overkamer gaan maken. Dat moet ook nog gebeuren. Hier in de kamer beneden. Ja, in deze kamer bijvoorbeeld. Dan ga ik even wat ovens craften. Ja, maak even wat ovens. En dan heb je meteen ovens om wat stone in te maken. Kan je daarna wel door. Hé, je bent zo goed bezig, jongen. Dat is niet normaal. Wow, wow, wow. Nou, jongens, als jullie trouwens denken: wow, wat praten zij saai. Ja, sorry. Ja. Ik heb een achievement hot topic. Heb je nog een hoofdje gehad? Of ja, niet in deze show. Voor de rest hoop ik wel. Ja, ik hoop het wel. Anders ben je niet zo heel ervaren. Ervaren piloot. Geen idee. Oké, de tussenstand. Ik heb 3 stacks redstone. Ik heb 1,5 stack lapis. En ik heb een halve stack iron. Oké. Oké. Ik ben trouwens weer bijna level 30. Dus misschien kunnen we op het einde van de aflevering. Of net in het begin van de volgende aflevering. Weer wat enchanten. Zeker. En de volgende aflevering zal ook binnenkort online. Ja, tuurlijk. Dat heb je wel eens bij een serie. Hè? Ja, dat heb je wel. Oh, ik zit niet in beeld. Oh. Oorlog. Nu dit schuift hier. Oh, nee, grapje. Wacht, nee, hè? Nee, zo is het niet. Wow, wat doe ik? Een vlieg. Ja. Oké. Oh, hier is een cave. Afke, wij zijn zo domme. We hebben geen kool meer. Zeiden we voor de aflevering al. Ja, en wat heb ik nodig? Ik heb kool. Nee, maar wat heb ik nodig? Jij hebt nu kool nodig. Ja. Nou, dan doen we nu even houden over. Het is zielig voor dat hout. Ja, klopt. Ja, dat is best wel stom. Ja. Er is even niks aan. Dan doe ik even dit gewoon. Ik ga echt niet helemaal teruggaan om jou wat kool te brengen. Of maak even kool. Oh god, ja, hier. Ja, je hoeft ook niet echt 1000 stacks stone te hebben gegaan. Dus nee. Dat komt wel goed. Oké, en ik ga nu even verder met de inrichting zelf. Wat gaan we nog meer maken in die kamer boven? En ik heb zin om iets met plantjes te doen boven. Oeh. Want dat hebben we gewoon niet gedaan in onze survival. We hebben niks met plantjes. Nou, dan laten we eens even een hele jungle maken daar. Nee, dat is misschien een beetje maar ja, kijk, zo bijvoorbeeld een bosje. Ach, wat leuk. Nee, dat is wel echt leuk. Leuk. Misschien moeten we ook klei of zo bij. Dan kunnen we bloempotjes maken. Mm. Oh, ik was naar jullie aan het kijken en toen kwam ik aan het Ik heb de laatste tijd in Minecraft veel met planten ofzo. Ik Minecraft eigenlijk niet. Dan stop ik weer en dan doe ik weer een aflevering opnemen en dan stop ik weer. En ik Minecraft eigenlijk gewoon niet. Alleen doen.
Hij komt op zich wel leuk. Hey, gold. Hier is gold. Wat is dat? Dat is best wel zeldzaam, zeg. Mm-hmm. Dat is bijna zeldzamer dan een diamond, hè. Oh, shit. Wow, mijn stem doet raar. Kijk. Hier, plantjes. Allemaal plantjes. Cute, maar we moeten meer dan plantjes gaan doen. Mm-hmm. Dus, wat gaan we daar maken? Een zwembad of zo? Oh nee, dat is een motor. Mini bike. Tuur. Wat heb je allemaal gekregen voor je verjaardag? Ik ben vergeten. Wat heb je van mij gekregen? Dat weet ik wel. Ik heb van Afke zo'n soort skate gekregen. Toch? Ja, van zo'n ding over onder je schoenen. Dan kan je zo sliden. Woe! Ik heb ze nog niet getest, trouwens. Nee, klopt. Ben ik wel best teleurgesteld in, eerlijk gezegd. Goodbye. Hey jongens, we moesten trouwens ook nog zeggen, een grote aankondiging, want wij gaan een van de laatste weken van de vakantie gaan wij live streamen. En dan gaan wij lekker survivalen en verder komen. Dat wist ik nog niet eens. Diamonds! Heb je een fortune? Ik heb fortune. Goed zo. Nee, dat is efficiency. Tuur, daar zit fortune bij. Hou je back. Oh. Oké, het waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokken. En ik heb 21 diamonds. Holy shit, ik wil high five. 21 diamonds. Sorry dat ik even stil stond. Maar hoe moet ik ook alweer zo'n stone brick maken? Ik heb het al lang niet meer stone gedaan. Stone brick? Zo'n dingetje. Nee, wat is een stone brick? Oh, dat zijn vier dingen. Dat zijn vier, een vier, vierkantje van vier dingetjes. Oh. Ja. Als ik nu doodga, ja, dan zijn we de lul. Oh, ik ben ook level 30 trouwens. Holy shit. En ik heb coal. Oh, wat een feest hier. Wat een feest. We hebben nog meer diamonds op coal op het moment. Dat is wel grappig. Ja. Yes. Wij zijn goed. Nee. We hebben nu iets van, ja, ik weet niet hoeveel diamonds we hebben, maar iets van 30 of zo. Maar we hebben ook al veel diamond stuff, dus ja, dat is zeer positief. Is dit lelijk of juist? Nee. Wat heb je gedaan? Die slaps. Oh, die vind ik wel leuk. Dan zie je zo net het vuur er nog bij. Oh, tuurlijk, ga schilderij maken. Hoe moet dat? Eén letter in het midden en dan daar allemaal stokjes in. Geloof ik. Ja. Hebben we letters? Of is dat een item frame? Ja, want we hebben ook allemaal boekjes moeten maken voor die boekenkast. Waar is het letter? Ik denk bij natuur. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Haha. Haha. Ja? Zit er letter in? Nee. Nee, wel een boek. Ja, daar hebben we allemaal boeken voor. Nee, daar hebben we geen letter. Oh, dat is wel jammer. Oh, dat is altijd zo stom, hè. Als ik video's kijk, of ja, ooit keek ik Minecraft video's. En dan dacht ik altijd, ja, zo moet je het maken. En dan ben je kijker en dan kun je er helemaal niks aan veranderen. Dat is wel... Oké, ja, dat is mijn frustratie met YouTube kijken. Misschien herkennen jullie dat ook, want misschien weten jullie nu ook wel hoe je schilderij moet maken. Maar ik niet, en dan zit ik hier echt... Diamonds! No way! Afke, ga weg! Holy shit. Kom dadelijk even naar Span toe, want als je nu in een lava flikkert, hè. Ja, maar ik moet eigenlijk sowieso mijn dingen komen dingelen. Snap je? Dingelen. Ja, maar je inventory. Ja, mijn inventory komen liggen. Als jij me begreep, wat de fuck, hoe begreep jij mij? Een beetje raar dat jij me begreep. Ja, dat doen we vaker, hè. Ja, dat is soms een geheime communicatie. Jee, Meg. Sorry dat er soms een lag spike of zo is. Ik weet niet waar het vandaan komt. Jee, Meg. Ik heb hem ook onder Fortnite, echt waar. Dan heb ik zo'n grote FPS erop. Ik speel geen Fortnite, dus ik heb geen idee. Ik vergeet de hele tijd waar ik heen wil. Naar de weekend. Trouwens, ja. Jongens, ik liep echt gewoon bijna hier naast die diamonds. En ik was gewoon niet te zien. Afke? Ja! Oh, ik dacht wel. Is dit dan nog kwart ergens? Ja, ook bij die overige blokken chest. Daar zitten nog wat kwart bloks. Ja, nog wat? Ja, zijn te veel. Ja. Ja, iets van twee stacks? Nee, geen twee stacks. Minder. Veel minder. Zo'n 36. Oh. Shoot. Ik ben het hier helemaal dicht aan het bouwen trouwens. Want ik zit boven de lavapool. En ik ben het helemaal dicht aan het bouwen zodat
de diamonds niet in de lava vallen. Dat is me vaak genoeg. Dit is zeg maar de chillruimte. Ik moet trouwens wel uitkijken, want daar is een cave, dus er kunnen gewoon mobs komen. Ik vind het niet zo leuk. Laat ik nemen de mobs de diamonds. Oké, even kijken dat ik de fortune heb. Ja, ik heb fortune en dan kunnen we hakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blokken en ik heb nu totaal 33 diamonds, dus ik heb er... 13, 14, 15, 16, 17. Komt niet uit. Wat is 33 en 21? 33 bij 21. Min 21. Min 21. 33 min 21. Ja. Vakantieskills. 12. Ja, oké. Okay, dus dan heb ik 12 diamonds uit 6 blokken. Uit 6 blokken geloof ik. Top. Tuurlijk, ik heb nu al 33 diamonds op zak. Wat vind je daarvan? En mooi. Het is een hele cave. Dus ik ga hier straks kom ik hier terug. Maar nu ga ik even veilig naar huis, zodat ik mijn diamonds kan lonen. Als hij een echte was, oh, ik zou blij worden. En dan zouden wij rich zijn. Dan zouden we zeer rich zijn. Ja, ik ga hier even overheen shiften, omdat ik echt geen zin heb om te verbranden met de diamonds in mijn broekzak. Zak. Wat vind je hiervan? Leuk? Nee. Wacht. Misschien moet je dat zo ronddoen, zodat we hier nog twee kleine kamers of zo hebben. Ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Zo, eigenlijk in het midden zo. Nee, dat hoeft ook niet. Oh, wat bedoel jij? Hoe het beneden ook is gedaan. Want zo zie je de open haard niet. En dat vind ik echt wel mooi gelukt, de open haard. Snap je? Hier, zo twee van zo'n zijkamers. Zijkamers? Het zijn toch zijkamertjes? Het is één grote kamer met allemaal zijkamertjes. Dit bedoel je? Dat ja, daar? Ja, deze muur hier. Dat heb ik boven precies gedaan. Nee, daar heb je het zo gedaan. Snap je? Kijk! Ja. Ik heb daar ook zo'n soort slang gemaakt. Ja, een soort slang. Nee, maar kijk, ik bedoel eigenlijk dat je het in deze richting moet doen. Zo, brrr. En dan hier zo'n muur, zodat je hier een kamertje hebt met een mooi uitzicht over de zee. Oh, zo. Holy shit, dat is super mooi. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat mooi is. Dus eigenlijk zo. Ja, en dan haal je dit hier in het midden weg, zodat je die mooie open haarden nog kan zien. Zo. En dan zo. Ja. Maar dan heb je een halve open haard. Ja, dan doe je de muur even naar links. Ik kon het nog steeds niet uitmaken. Ja, zo. Ja, dit is... Nee. Nu moet je zeg maar hier wat doorgaan. Dit moet allemaal weg. Ah. En dus zodat je de open haarden nog kan zien. Ja, maar dat is zo'n chillkamer. Oh, ja, maar dan is het een beetje klein voor een chillkamer. Maar dan maak ik het groter. Wacht. Kijk. Ja, zo. Laat me eens kijken wat ik bedoel. Kijk, dan wordt dit zeg maar één chillkamer. Je komt hier de trap op, hè? Dat is de hele chillkamer gewoon. Ja, dat is... We van de bovenverdieping de chillkamer. Nee, maar kijk, dan is dit hele middelste de chillroom. En dan maken we hier aan de zijkant iets van slaapkamertjes of zo. Snap je? Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Oké, uit. Dat is echt wel mooi, denk ik. Dus dat het midden blijft gewoon zo'n hele gang. En heb je aan het maar we van kunnen gang... ook allemaal van zo'n gangen maken. Of gewoon zo'n kamertjes. Ja, die kamertjes die komen dan sowieso in de kamertjes. Dat is eigenlijk zo'n beetje. Ja, alleen ik weet niet of die struiken dan aan de andere kant van de muur moeten hangen. Dus heb je gewoon in de kamer met een struik erin. Nee, maar als hier een bed komt... En oh, ik heb het hit. Oh. Nee, hey, diamonds! Afke, stop! Oké. Okay. Oh, ik heb het zo warm. Ik drijf echt weg. Oké. Ja, zo heb je kleine kamertjes. Ja, nee, maar kijk. Als hier bijvoorbeeld een bed staat en hier zo'n nachtkastje met hier nog wat. Ja. Yeah. Dan heb je ook gewoon een kamer met een bos. Ja, we zien wel hoe we die dingen gaan inrichten. Dat weet ik ook nog niet. Oké, okay, even die diamonds hakken. Like diamond in the sky. 2, 3, 4... 5 blokken en ik. Jongens, ik heb 50 diamonds. Door even te gaan minen. Doe normaal. 50! Ik heb er 50. Oh, en daar staan een creeper. Zie je? Ik ben weg hier. Waarom? Nee, blijf. Kom ik hier vanaf? Ja, ik zit nog steeds in beeld. Tuur, doe even normaal. Auw! Jij hebt al een nagel. Take it! De creeper. Waar staan de Vicky? Vicky stoken. Waarom?
Nee, dat is mijn oude zwaard. Yeah, ik heb hem gemold. Yes, ik heb even een scène van afkeer gezien en daar had ik een creeper gemold, ja. Ik ben even helemaal die... Ik hoor je mijn spatiebalk. Ja. Dankjewel. Dus ik ben sorry even voor de spatiebalk. Rennen. Oh kut, ik ben de verkeerde kant op gerend. Oh jongens, dit is echt wat voor mij. Ik ben zo dom. Oké, nou dan gaan we weer. Ik heb nog 47 kwart. Jeet. Oké. Ooit. Ooit. De kleine skuit. Ik heb het echt heel warm hier. Me too! Yeah. En er ging een vis onder mij door. Hoi vis. Een squat. Hey, ik ga even wat nuttigs doen, thanks. Ja, ik ben wat nuttigs aan het doen. Kijk wat ik aan het doen ben. Nee. Oké, je bent er nu nog steeds. Hoi. Eerst moeten we de muren maken en dan de inrichting. Ja, ja. We moeten daar ook een deur in. Wat een kleine kamer trouwens. Kleine kamertjes. Ja. We moeten. Oh mijn god, ik heb het niet drie gedaan. Niet drie gedaan? Ja, drie lengte. Gelukkig hebben we een snelheid. Ja, gelukkig wel. Ik wil niet meer snel. Me too. Oké, jongens, ik ben weer boven en ik heb het overleefd. Ik heb 50 diamonds. Ja. Afke, hou je kop, echt waar. 50 diamonds gehaald. Ja, doen we even. Ja. Hey, Afke, boven je. Ja, ik ben even de chest aan het inladen, dus sorry, ik kijk even niet. Gelukkig hebben we een hele mooie kamer met allemaal oven, dus waar ik alles niet in ga gooien. Al moest ik boven me kijken. Die ik heb gemaakt. Ja, wat een mooie kamer weer. Die heb jij gemaakt met je hoofd. Nee, jij hebt het niet gegeven. Maar wat moet ik anders doen, Aap? Waarom noem je nog steeds Aap? Niet zo druk. Maar oké, komt goed. Omdat ik jou Aap noem. En ik stik je nu in de fik. Heb ik geen dak meer? Ook niet in de nether chest? Hier, net, nee. Nee, dan heb ik geen dak meer. Ion, jullie zijn echt een vieze innerlijke boer of zo. Dat was even serieus geen boer. Wat was het dan? Herken je dat niet? Nee, wat was dat? Dat is zo. Lucht inslikken. Inslikken, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, zo. Vroeger deed ik dat wel, omdat ik altijd boeren wilde laten, maar ik kon dat niet. En ik kwam er nog steeds niet. En toen dacht ik altijd, zei iedereen, jij moet lucht inschrikken. Dus ik was altijd een... Maar het lukte niet. Me too. Tuur, we hebben nu 56 diamonds. Aha, doe maar even. Ik ga nu even enchant doen. En ik ga kijken wat ik op mijn pickaxe kan krijgen. Ik heb afkins level 31. Op mijn zware bedoel ik, niet op mijn pickaxe. We hebben al pickaxe genoeg. Ja. We zijn echt werk geboost nu in deze aflevering trouwens. Een breaking 3 op mijn... Afke, we dat zijn is al... sowieso hè, tuur. Ga ik dan voor? Een breaking 3 op mijn zwaard? Dan moet sowieso een breaking op. Ja. Oké. Okay. Zit sharpness 3 bij? Right. Ik wist het. Sharpness 2 of 3? Ja, ik hoopte op sharpness 3. Ik echt wel chill. Ja, sharpness 4 is natuurlijk beter. Maar heb je een breaking? Dus ik heb liever een breaking met sharpness. Want ja, een breaking was zeer belangrijk in deze situatie. Ja, want wij hebben nog. Ja, nu kan ik niet echt zeggen. Ja, okay, we hebben weinig diamonds, maar zeg maar, we komen er niet te veel aan. Zeg maar. Ja. We moeten het alsnog gewoon niet gooien met die diamonds, want het zijn ze weer vol. Ja, dan moeten we weer gaan minen. Wat ben ik aan het doen? Oh ja. Wat ben ik aan het doen eigenlijk? Hop. Hop. Bak. Pop. Afkeur. Ik kom jou boven even helpen dadelijk. En daarna gaan we de aflevering afsluiten. Ja, want we zijn al 25,5 minuten bezig. Holy shit. Holy de tijd shit. Vliegt! Net zo hoog, net zo snel. Wat ben jij aan het doen? Oké, ik snap het.
Ik draai nu rond, ja. Oké, ja, Tuur. Gewoon. Straks moeten deze wel weg, want hier moet dan een blokje dingen komen. Blokjes kwart, maar we hebben geen kwart, dus dat gaan we, zullen we dat eigenlijk even na de aflevering doen? Of wat, kwart? Kwart halen. Kwart! Oh, ik ga dat wel doen, want ik heb fortune. En dan ben ik ook wel level 30. Ik ben nu level 28 van degene die... Ik ben nu 27. Tuur, we gaan stoppen. Ja. Je doet de outro. Ja, ik doe de outro. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. We zijn echt wel ver gekomen. Kijk even om je heen. We hebben echt gewoon een hele kamer erbij. En we hebben natuurlijk 50 diamonds gevonden. 5! En we hebben een goede broek geënchant en een goede pickaxe. Ik vind dat we een goede aflevering hebben gemaakt nu. Dus ik ben trots op ons. Jee, doe een duimpje omhoog als jullie ook trots zijn op ons. En dan zien we jullie de volgende keer bij de volgende video. Later! Later!